Dit is een buis. Nee, hij heeft nog niks gezegd. Ja, ga door. Kees Buis. Simon Buis. Jan Buis. Dat hij er voor dan niet heeft. Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen en een zeer prettig nieuwjaar. En maak er wat van. In deze wereld is het de normaalste zaak van de wereld om niet aardig te zijn voor elkaar. Om de gekste dingen te roepen. Om het populisme toe te juichen. Nou, laten we wel gewoon vooral blijven lachen. Wel gewoon aardig zijn voor elkaar en een beetje normaal doen. En niet overal gelijk overspannen van raken. Want dat gaat veel te ver. Laten we in 2017... gewoon elkaar weer een beetje knuffelen en blijven lachen. Ik wil graag iedereen een heel gezond, voorspoedig en succesvol 2017 toewensen. Cadeautjes voor kerst. Dankjewel. Laten we beginnen met onze buitenlander. Tjew. Mag je eigenlijk buitenland noemen? Je hebt langer in Nederland gevoeld, toch? Ja, maar blijf in België. Blijf in België. Ja, ik ben nu ook weer bezig. Wat denk je, het is een foto. We hebben van iedereen een foto uitgekozen. Wat denk je dat hierin zit? Met welke club bedoel je? Nee, maar wat denk je? Een foto van jou van dit jaar. Met een boodschap. Een foto van mij dit jaar. Foto met Nick van der Velde. Nou, gaan we kijken. Hoezo met Nick? Goeie vriend, hè? Trouwens, mooi goed ingepakt. Ja, heel erg gedaan. Ik hoorstuk. Wat alleen de voorkant is mooi. Contract? Is gelukt, hè, 2016. Ja. Het duurde even. Het duurde heel lang. Want dat is natuurlijk wel een beetje verhaal van jou van dit jaar. Je was gelukkig in Engeland. Ja. Maar uiteindelijk... Keuzes maken in het leven. En nu? Bij een prachtige derde club, derde divisie voor mij in België? Ja. In het Frans. In het Frans? In het Frans, leuk. Oké. Okay. Maar het bevalt wel. Maar Wietse, het is toch raar eigenlijk dat als iemand het duo voetbal in het land heeft, je 17? 17. Kijk, goed naar huis eigenlijk. Nou. Maar dat niemand in Nederland hem... gewoon überhaupt een kans biedt, dat is het hele verhaal. Hoe oud ben jij nu? 34, ja. Maar ik lijk 28. Ja, nee, zeker. en nog meer qua spel dan qua uiterlijk. Ja. 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 Heb je genoeg geprobeerd? Ik heb heel veel klussen gespeeld. Super League en Eredivisie, rechter lijntje. Maar ik kon niks mee trainen. Heb je eigenlijk Club van Tom geprobeerd, 1-2 of niet? Nee, dat heb ik niet gebeld. Want? Lig je niet? Als oud NAC speler? Nee, niks mee te maken. Maar nee, heb ik niet gebeld. Dicht bij de Belgische grens. Klopt. Maar ze hebben Fonse Ojo al. Ja? Ja? Kijk je dan daar echt naar? Nee, maar ze vriend van mij. Nou, ze moet die jongen op de bank gaan zitten. Ja, een beetje zonde. Maar oké, okay, contract dit jaar 34. Je ziet eruit als 28. Hoe lang ga je door? Je hebt een contract voor 1 jaar tegen. Timmy Simons is 40. Speelt bij Club Brugge. Ja. Champions League. Ja. En die ziet er 50 uit. En dus... terug in de nationale ploeg. Voelt er nog goed voor jou? Tuurlijk, altijd. Ja? Altijd hoop koesteren. Nee, maar dat is wel bijzonder, hè? Timmy Simons. Ja, mooi. Zou dat in Nederland kunnen? Arjen Robben? Nou, Robben niet, denk ik. Wat denk jij? Als je 38, 39, 40 bent? Ja, als je vroeg aankwam, waarom niet? Maar wie zou dat kunnen van deze generatie? Ja, Dirk Kuyt. Nou ja, dat was dan... Ja, Schneider die twee linies terug zat? Dat is de keeper. Die heeft zo'n pens. Ja? Wesley Sneijder heeft zo'n pens? Zo'n pens. Waarom heb jij niet zo'n pens op die leeftijd, denk je? Ik heb Afrikaans bloed. Door. Tom Haaien. Wat denk je van groter is dit? Voor dit jaar? Voetbal gerelateerd, hè? We gaan al het andere laten we er buiten. Werken, misschien wel overstappen. Ja, overstappen? Maakt me ook. Het was natuurlijk wel een beetje een jaar voor jou. Ook weer prachtig ingepakt. Ja. Is wat het even ook nog, hè? Ja, ze kijken bij jou ook zwart wit. Maar na hoeveel jaar ging je weg uit Alkmaar? 10, 11 jaar. Dus dat was... Lees maar voor, of laat maar zien denk ik, dat is ook wel mooi, hè? Ik denk de eerste twee competitiewedstrijden gingen we vrij hard onderuit. En toen kwam Ajax uit. Toen dacht jij... Ja, de voorbeschouwingen te zien beloofde niet van goed voor ons. Ja. En binnen 20 seconden of zo stonden we ook al 0-1 achter. Maar ja, met rust om in 1 keer 2 in voor. Ik was blij dat ik daar een goede bijdrage van kon leveren. Fantastische bal. Het was een heel mooi moment. Wij hadden het op de redactie al misschien wel de assist van dit seizoen tot nu toe. Ben je het daarmee eens? Of heb je al mooiere assisten gezien? Ja, ik vond deze wel vrij mooi. Ja, dat wil ik niet te gaan eerlijk zijn. De spits, volgens mij, Fran nam ook wel prachtig aan, dus ja. Ook veel credits naar hem. En daarna is het eigenlijk gaan lopen. Weet je trouwens de laatste keer dat Jules Schwerts in de arena speelde, hoe dat uitpakte? Nee,
Nee, ik weet niet. Ik denk niet dat hij hetzelfde hoor, hoe je het brengt. En mooi, de dag daarna was hij te gast bij ons. Ja. Samen met David Klaassen. En hij kreeg, kreeg hij direct rood. Wegens een invalbeurtje. Marcel Santos. Hij ging parkeren bij ons voor de studio. En zei iemand, hé, dat is David Klaassen. Hé, dat is die schopper. Zo werd hij neergezet. Het was trouwens wel jouw jaar toen. Want je had toen eerst die rode kaart en je hebt toen de snelste rode kaart ooit iemand aangenaaid. Weet je die nog? Jetro Willems? Oh ja. Ja. Dat is ook dat is Jules Verts. Mooi. Ja. Dat is tijd bekend in Nederland. Ja. Is dat misschien de reden dat je nu... Misschien wel, ja. Maar goed, dit is wel het hoogtepunt van Willem 2 tot nu toe? Ja, ik denk het wel, zeker. Ja. Is dat ook misschien eigenlijk wel slecht dat dit het hoogtepunt tot nu toe is? Want het is 2016. Het is een beetje... Ja, het gaat een beetje op en neer bij ons, dus dat is wel heel zonde. Ik denk dat we er wel meer uit hebben kunnen halen dan tot nu toe in wat we gedaan hebben, maar... En voor jezelf? Heb je nou het gevoel, ik zit er lekker in? Ja, de laatste weken wel, denk ik, maar het moet nog steeds constanter. Dus dat is wel iets waar we met z'n allen gewoon hard mee bezig zijn. Kampioen worden. Mijn persoonlijke ambitie is om inderdaad zelf gewoon nog mooiere programma's te maken, nog beter te worden, nog leukere wedstrijden bij te wonen. Ik heb al heel veel gelukkig mee mogen maken, dus wat dat betreft heb ik niet zo heel veel meer te wensen. Maar dan is mijn persoonlijke ambitie vooral dat het zo blijft gaan zoals het nu gaat. Stapje erbij, dan ben ik heel tevreden in 2017. Ik zou ooit nog een keer naar het buitenland willen. Mijn persoonlijke ambitie is zoveel mogelijk wedstrijden spelen, gezond blijven uiteraard en... mezelf verbeteren op alle vlakken, zowel binnen als buiten het veld. Blijf beter willen worden, goed spelen, goede wedstrijden spelen, dragend zijn, belangrijk voor de ploeg. En natuurlijk hoop ik nog steeds op stapjes te maken en ook wellicht nog steeds een buitenlands avontuur of uiteindelijk een andere club. Je wil stappen blijven maken en ik heb 2017 weer een mooi jaar om bij te bewijzen. We gaan weer Pictionary spelen. Regels uitleggen aan jullie? Ja, lijkt me wel leuk. Ja. We spelen tegen elkaar, twee teams. Eerst teamnamen, wat is jullie teamnaam? De Kelder Boys. Sorry? De Kelder Boys. De Kelder Boys. Oh, origineel. Tegen, hebben jullie al iets? De Kippen. De Kippen. Ja. Heeft dat iets met jou? Nou goed. De Kippen tegen de Kelder Boys. Steeds tekent er één iemand van het team. Dus als Lucas tekent, mag Dennis raden. En jullie hoeven dus niet mee te raden, zeg maar. En iedereen als wij het goede antwoord keer, roepen, krijgen we geen punten. Geen extra punten. Je kan alleen scoren bij je eigen team. Iedereen tekent één keer, iedereen raadt één keer. Je hebt onderwerpen in de voetballerij en je hebt spelers, trainers, personen in de voetballerij. Dus denk er goed over na wie beter is in personen tekenen en wie is beter in onderwerpen tekenen. En wie allebei niet kan? Ja, dan heb je een probleem. Om te beginnen, wie er mag beginnen? Rock, paper, scissors, Lucas tegen Arco. Op drie, één. Oh, sorry. Ja, op drie. Drie, twee, één. Ah, zou je net zien. 3, 2, 1. Goed. Arco, ga je zelf beginnen of laat je... Ik laat deze heren hier beginnen. Je laat ze beginnen. Wie van jullie gaat eerst tekenen? Toch? Lucas. Ik ga wel. Ja? Ja, Lucas. Lekker joke. Lucas, zal ik je helpen? Wil je een persoon tekenen of een object? Maar een object. Lucas, leg Niel. Echt. Lucas, persoon of een object? Dit is een object. Ah, object. Oké, de regels. Je ziet het zo meteen. Op het moment, mag je even over nadenken. Op het moment dat je je stift op papier zet, gaat de tijd tellen. Je hebt 1 minuut. Geen woorden. Zo lang. Geen cijfers. Ben je er klaar voor, Lucas? Nee. Wat had jij vroeger getekend op school? Een 7. Nou, dat belooft wat. Als je er klaar voor bent, mag je beginnen. 1 minuut. Voetbalveld, stadion, een specifiek stadion, lichtmasten, stadion van Berlijn. Hij heeft een baguette in zijn hand. Halve minuut te gaan. Een lichtschotel. Simon zit er weg aan te kijken. Doelen. Heb je een idee, Simon? Stadion. Dat was wel leuk met die baguette. 10 seconden, je mag hem 1 keer uitbeelden. Wat je moet tekenen.
Je moet eigenlijk, ja, ik niks te zeggen. Een frisbee, wat heeft hij zelf? Hij gooit hem het stadion in. Een schot uit het stadion. Het is tijd. Ik ben wel heel benieuwd. Hebben jullie nog enige... Dennis heeft geen idee. Wat denk jij? Pak de Prins. Nee. Denk jij? Stadionbrood. Wat was het? Stadionspeaker. Oh. Stadionspeaker. Het is geen baguette. Ik vond baguette wel... Het was ik geen had ook baguette. Baguette. Goed. Tussenstap 0-0. Ga zitten, Lucas. Ook een object door Arco. Stand is 0-0. Je mag hier staan. Zelfde object. Als jullie iets zien, mogen jullie het mij echt vertellen. Hoor. Ben je er klaar voor? Blijf staan. Dus heb je object of heb je persoon? Hij heeft een object. Hij heeft een object. Klaar voor? Vlag. We zijn begonnen. Vlag, kaas? Wat? Ook een stadion. Stadion? Stadion, ja? Stadion, vlag? Voetbalstadion. Ja. 20 seconden te gaan. Stadion eerst, hè? Stadion fluit. Stadion... Weet ik veel. Wat de fuck is dat? Kijk goed naar de bovenste. Wat is dat? Een vlag. Van? Een stadion. 10 seconden. Je mag het uit gaan beelden als je het gaat helpen, denk je? Vuvuzela. Oh! Goed! Nee. Ja! Zeker wel. Lekker. Uit het niks. Uit die kwam van Hilbert. Maar waarom vlag? WK of zo? Zuid-Afrika. Ja. Het had de vlag van Zuid-Afrika moeten voorstellen. Ja. Heb jij eigenlijk dicht tegen het betaald voetbal ooit aangezet? Nee, man. Hoe kom je daar nou bij? Omdat, ja, ik denk, van alle journalisten die hier rondlopen, ja, dat zou ik wel gepakt worden. Ik denk wel de beste voetballer bent. Waar haal je dat vandaan? Ja, ik heb ooit, denk 8 jaar geleden, ja, met Jan Potje staan tiende. Ja. En toen, ja, dacht ik... Fietsen van de Groot. Maar ik heb echt vierde klasse onderbond ergens en ik ben na de A1 ben ik gestopt. Maar heb je ja, je wilde natuurlijk altijd profvoetballer worden. Wanneer, ja, heb je het dan uit je hoofd gezet? Ja, echt al wel toen ik 15 of 16 was of zo. Heeft ooit een scout van Utrecht naar me gevraagd, schijnt? Nou, hier. Maar ik weet nog steeds niet of dat een grap was of niet. Wie heeft dat tegen je gezegd dan? Ja, mijn leider van toen. Er was een man die vroeg naar jouw naam en die heeft het in een boekje opgeschreven. Nee, maar Niel, dankjewel. Maar nee, dit is echt... Nee, ja. Kan je het zien? Als, weet je wat tien is of niet? Is dat een Nederlands? Ja, het is een Nederlands spel, toch tien? Dat je op straat... Ja. Hoog houden. Hoog houden, je mag alleen door de lucht hoog houden en dan schieten. Hoe noem je dat in België? Doen wij niet. Wat doen jullie dan? Alles op de hoofdstraat. Oké, heel goed. Nou, dan gaat het dus niet over je transfer naar FC Utrecht op je 16e. Maar wat denk je dat die erin zit? Zal toch iets met de Champions League hebben gedaan, of niet? Denk je? Ja, gewoon een Champions League logo. Ik zou iets meer nadenken na het EK. Oh ja? Oh ja, steeds geen idee. Voetvolley? Nee. Nee. Ja, dat inderdaad is voetvolley. Oh, ja. Dus die moet je hem even laten zien. Ja, die was mooi. Mijn Jordi Amali, die ik zeer bewonder overigens. Dat waren de eerste woorden die richting mij gezegd werden bij jullie schitterende programma. Ik sta hier met Wietse van der Groot. Ja. Dus, dat gebeurt me nog steeds dagelijks hoor. Wietse van der Groot en hij wordt nu bij ons aangekomen als the GOAT, the greatest of all time. Lucas, ben jij er klaar voor om gelijk te maken? Ja, helemaal klaar. Nou, begin maar. Moet goed hier staan. Wat is het? Wat denk je te zien, Lucas? Wat voor object is dit? Een geweer. Pistool. Ja? Kogel. Een speler. Ja. Dan ook. Leon de Kogel. Ja! Nou, dit heb je uitstekend. Voor, heel iemand, rustig, voor iemand die niet ooit... Jij keek hier tegenop om te gaan tekenen, maar dit was uitstekend getekend. Ja, het was, deze was goed te doen. Deze was goed te doen. Hij bewaart de rust ook. De stand is 1-1. Simon, ja. Kom naar voren. No pressure, no pressure. Klasse. We hebben al niet verloren, toch? Nee. Nee, hij heeft net een object gedaan. Oh, dus ik moet iets anders doen.
maar die wist ik niet. Succes! Jammer dat je dacht van de vaart. Heb ik het nog even, hoor. Dan ga je niet tekenen. En de tijd loopt, je moet hier staan, Simon. Simon, anders zien de mensen die. Wat is dit? Koker. Nou, ander woord. Pijp. Leiding. Leider. Niel, niks zeggen. Leitinga? Ik weet het niet. Heel creatief. Wat is dit? Dit is een buis. Nee, hij heeft nog niks gezegd. Wat? Ja, ga door. Kees Buis. Simon Buis. Jan Buis. Dat hij de voornaam niet heeft. Nou, probeer de voornaam maar te tekenen. De voornaam. 15 seconden. Sven Buis. Tom Buis. Dirk Buis. Oh, Joop. Oh, Jan Buis. Nee. Hij heeft voor de club waar Lucas nu onder contract staat gespeeld. 10 seconden. Jullie mogen aftellen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom er niet op. Thomas. 4, 3, 2, 1. Jan, Gerard. Danny Buis. Oh, kut. Danny Buis natuurlijk. Fuck. Maar dat je in de buis herkende, vond ik al knap, hoor. Goed, tussenstandje. Dankjewel, billetje. 1-1. Een verlenging krijgen. Hoogtepunt van het jaar is de promotie, het kampioenschap met LSW 70 met een uitblinkende Nieuw Petersen in de basis. De winst op Go Ahead in de IJsselderby. Het doelpunt van Özil tegen Ludogorets. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar en anders de goal, ja nee, toch de goal van Nouri, vrije trap. En dat hij tegen Schöne zegt, mag ik hem nemen, mag ik hem nemen? Dat is het hoogtepunt van mij. Mijn hoogtepunt van het jaar was denk ik toch ons bekeravontuur uitmondend in de finale. En dat was Den Bosch tegen VVSB. Krankzinnige wedstrijd. VVSB natuurlijk vorig seizoen de bekersensatie. Speelde uit bij Den Bosch. 2-0 achter, leek niets aan de hand. Den Bosch had een hele lastige periode, leken er weer bovenop te komen. Maar de tweede helft keerde dat helemaal om. VVSB trok die wedstrijd toch naar zich toe. Den Bosch begon te wankelen aan alle kanten in de allerlaatste minuut. Mikey Parami, de held van VVSB, die de winnen er binnen schoot. Uiteindelijk hebben ze de halve finale bereikt tegen Utrecht. Maar die door de weekse koude avond in Den Bosch, regen, alles erop en eraan, vond ik wel een van de mooiste dingen van 2016. Klaar voor? Wat ga je tegen? Het gaat om een speler. Ja? Klaar? Moet je binnen 1 minuut? Mag ik gewoon roepen? Voetballen. Mannetje, kop, bal. Wesley Sneijder. Klein, groot. De Groot. Nee, Danny de Groot. Danny de Groot. Groot hoofd? Hoofd. Wat? Nee. Kop. Hoofdspeler. Hoofdrolspeler. Nee, het is een speler. Ja, Danny de Groot. Bert Bakhuis. Hoofdpersoon? Groot. Wie heeft er een groot hoofd? Nederland. Ja, ja. Kop van Holland. Oh, Oost? Nee. Duitsland. Een Duitser is het. De Vries. Een Duitser! Duitser? Klein. Niet klein. Maar groot. Groot speler. Grote speler. Grote speler uit Duitsland. Maar is die pijl is die volgende, op een ik ga zijn positie volgende. Op het veld. Maar waarom Duitsland? Waar zie je ja, Duitsland? Die speler komt uit Duitsland. Younes. Nee, is klein. Dit is een hint over de naam. Een centrale verdedigende middenvelder uit Duitsland. Aanvallende middenvelder. Oh, een aanvallende middenvelder. Uit Duitsland. Niet. Is hier? Toni Kroos. Niet klein. Maar groot. Toni Kroos. 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 Ja, je zit wel warm met Toni Kroos. Reus. Ja! Yeah! Hey! Man, gelukkig kunnen we dit monteren. Nee, maar... Sorry, maar dus Reus. Dus ja, maar even... Reus. Maar was die zo onduidelijk, Lucas? Ja, dat was heel slecht. Niet klein, maar een grote ruis. Nou, ik zat alleen maar naar het hoofd te staan. Maar wie heeft gewonnen? Jullie hebben gewonnen.
Ja, ja. Lekker, lekker. Lucas? Het maakt... Ja, wat, is je... wat gaat er door je heen als je verloren hebt van dit duo? Nou ja, dat kan gebeuren, maar... Ja. Ervaring winnen. Zit wel veel ervaring, ja. Zit veel ervaring. Heel veel ervaring. Slechte tekenaar op het eind. In mijn naam zijn zoveel fouten te maken dat er altijd wel eentje in zit. Maar gebeurt het vaker? Dat gebeurt het vaker op tv? Dat mensen jou verkeerd afkondigen of zo? Nee, ik heb er wel een ander mooi verhaal over. Ik begon met commentaar doen toen Umberto nog bij RTL deed. Het was play-offs Super League, De Graafschap. Ik weet niet eens meer de wedstrijd. En Umberto die had nog niet gekeken wie commentaar deed bij de wedstrijd van De Graafschap. Dat was ik. Ik was toen 26 of zo. En hij kondigt zo aan, nou, de volgende wedstrijd is De Graafschap tegen, weet ik veel, Willem II. Met commentaar van, Wietse van der Goot, zegt hij zo. Dat was de eerste keer dat je live op tv, ja. Maar dat was de eerste keer dat je commentaar mag doen? Ja. Ja, hij zei het wel goed trouwens, maar hij zegt, hè? Hebben ze die nog nooit van gehoord van die gast? Inmiddels kenden de mensen hier wel. Neem ik aan. Ja, dat is veel meer. Vrees van wel. Ja. Wat ik nou heel vaak hoor, mensen vinden het heel tof. Nee, bij De Wereld Draait Door. Bij ons op de redactie al dat ze zeggen, vaste tafel. Ja. Heb ze al een beetje gepost? Twee keer. Nou, ze bellen regelmatig wel. Ik heb al een paar keer nee moeten zeggen. Ja, ja, dat is wel leuk, want dat is wat DWDD doet. Hè. Die bellen dan als je weet dat je een Champions League uitzending hebt. Ja. Dus ik zeg, ja, sorry jongens, ik kan niet komen, want jullie hebben om 7 uur uitzending en wij beginnen om 8 uur. Dan zeg ze, ja, maar als we nou beginnen dan met jou? Ik zeg, maar hoe moet ik in een half uur van Hilversum Lamp staan? Maar ja, ze willen me graag hebben af en toe. Vind je leuk? Ik vind het wel eervol. Ik vind als DWDD belt, dan horen ze je blijkbaar wel graag praten. Ja. En dan komt de grote vraag. Mensen zien je dus veel beeld bij De Wereld Draait Door, Champions League, Jupiler League, maar ook commentaar geven. Wat heb je nou liever? Nou, ja, dat roep ik altijd. Ik vind commentaar geven leuker. Maar ook als je nu deze ontwikkeling ziet met De Wereld Draait Door zo in ja, beeld maar, dingen doen? Ja, maar het gaat mij niet om op tv komen of herkend worden of zo. Nee. Ik wil gewoon dingen doen die ik leuk vind en ik vind presenteren leuk, maar ik vind commentaar geven nog leuker. Weet je, ik doe veel Engels voetbal nu op Ziggo. Chelsea City heb ik laatst gedaan. Dat was zo'n wereldpartij. Daar heb ik 4 dagen plezier van achteraf. Dat vind ik leuker dan presenteren. Nou. Maar ja, presenteren geeft me weer kansen die commentaar niet geven. Dus, herken je zijn stem? Want dat heb je heel vaak met commentatoren, ja, dat je zijn stem... Ja, herkenbaar. Mark ook. Toch? Ja. Heb je dat mensen dat ze boodschap aan doen zijn en... Ja, ik word nu meer aan mijn gezicht herkend. Dat klopt ook wel. Ja. In de appie waar ik altijd kom is één vakkenvulletje. Nee, Wietse, alles goed. Je bent 17-jarig international van België. Wat is nou iets waar jij met trots op terugkijkt dit jaar? Voetballend. Nee? Nee. Geen flauw idee. Ik dacht, misschien kan ik het breder trekken België. Maar dat is natuurlijk ook uiteindelijk één grote teleurstelling voor op het EK. Hoezo? Nou ja, met zo'n ploeg had je toch... Ja, toch? Had hij zo. Nou, iedere keer opnieuw. Ja, maar vind je dat niet? Ja, dat is een teleurstelling. Maar daar hebben we het de vorige keer over gehad. Oké. Okay. Dus... Ja. Dat is voor de kijkers 6 maanden geleden. Ja. Dit blijft er toch bij die Hollanders dan in zitten. Hè? Dan waren we er niet eens bij en dan alsnog een EK aan de Belgen. Ik heb er meer van verwacht, maar ik denk dat Nederlanders het wel leuk vinden om nog extra in te schrijven. Ja. Maar, was Nederland aanwezig? Nee, tuurlijk niet. Nou. Maar ik heb hem gewoon mijn Ierse kaart getrokken. Hè? Ierland was er wel. Maar als we dan kijken naar 2017 voor jou. Dit jaar geen sportief hoogtepunt. Waar hoop je op? 2017? Eerlijk gezegd, wil ik nog een stap bovenop. Ja? Ja, nu speel je toch derde klasse België. Alleen ik weet ook wel, 34 wordt het heel moeilijk. Dus het is even afwachten wat er op mijn pad gaat komen. Dat is een camera, hè? Als we technisch directeuren in de winterstop zitten te kijken. Zo ben ik niet. Nee? Ik ga niet smeken. Spelers moeten gewoon, of trainers of technisch directeuren moeten gewoon zo'n ervaren kracht nodig hebben. Ja, maar ook in Nederland, het gaat niet meer gebeuren, dat weet ik zelf ook wel. Maar voor mezelf toch hou ik die hoop. Ja. Je wel eens het spelletje 30 seconds gespeeld? Jens? Ja, volgens mij wel. Ja, wil jij het uitleggen aan de rest? Mag het apart aan hun en daarna aan hem? Of? Ja. Nee, je krijgt 30 seconden om verschillende onderwerpen eigenlijk uit te leggen aan de ander, zonder het woord zelf te gebruiken. Ja, dat is het. Dus je gaat 1 keer uitleggen en 1 keer raden. En je kan geen punten scoren bij het andere team, je kan alleen punten scoren bij je eigen team. Dus er staan 5 namen, onderwerpen op een kaartje. Die moet je beschrijven, zo goed mogelijk. Je hebt 30 seconden de tijd om te proberen om 5 woorden te beschrijven. Zijn er nog no-go woorden of mag je alles gebruiken? Nee, je mag de woorden hier staan niet staan en ook niet dingen die daarop lijken, zeg maar. Dus als er Ronald de Boer zou staan, mag je niet zeggen Frank de Boer. Daar alleen Frank mag wel. Ja, mag wel. Ja, daar gaan we al. Als het Ronald de Boer is dan, hè? Ja, oké, mooi. Ja, ik zag het op het kaartje. Niet, dit kaartje gaat niet om. Rock, paper, scissors. Laten we de voetballers tegen elkaar doen. Wie er mag beginnen? 3, 2, 1... Goed, beginnen jullie of laten jullie de anderen beginnen? Nee, wij beginnen. Beginnen, oké. Okay. Dan ga ik hierachter staan. Dan geef ik jou het kaartje. Even kijken.
Want je kan er doorheen kijken, hè? Ik begin nu al te lachen. Nee, maar... Nee, je ziet echt niks. 3, 2, 1. Ja, dit is, deze schiet de keeper altijd weg. Als de bal achter is geweest, hoe noem je dat? Ik versta er geen reet van. Harder, harder praat. Als je de keeper de bal wegschiet na een achterbal, hoe noem je dat? Ja, achterbal. Nee, hij schiet hem weg. Hoe noem je dat, die actie van hem dan? Volgende. Dit is de positie van Mark van der Marel. Wow, next man. Dit is een speler van Atletico Madrid en van België. Dit was de 30 seconden. Oh, oh, oh. Uitstekende rondel, Simon Zwartkruis. Ik zal je even helpen. Een uittrap. De positie van Mark van der Marel, rechtsback. Goed. Jullie mogen even wisselen. Jullie mogen hier gaan staan. Jullie mogen daar zitten. Wordt dit een huwelijksaanzoek? Of ja, wordt bijna een huwelijksaanzoek. Als Reddy nu op zijn knieën gaat. Oh, dan krijg ik ruzie, hoor, Thijs. Wacht, ze belt. Wacht. Ik kijk even naar de jury wanneer we gaan beginnen. 3, 2, 1. Begin maar. Het is een Deen, volgens mij. Analyticus bij Fox Sports. Kenneth Perez. Heel goed. Het is een Fin. het is een international aanvoerder. Van Ajax, oud. Jari Liebmane? Volgende. Als iemand de onderliggende partij is, hoe heet dat? De onderliggende partij. Engels woord, dat mag ik zeggen, hè? Ja. Weet ik niet. En het is tijd. Ah. Oh. Leg ze even uit, Randy. We kunnen nog terug. Wat was het? Ja, onderliggende partij is underdog. Ja, Niklas Moisander. Heel goed. Heel goed uitgelegd. 1-0 voor Kuip Wolters. Mag ik de volgende kaart kijken? Nee, nee. Oh. Dan gaan jullie weer wisselen. En dan geven de kaartjes aan Simon Zwartkruis. Tijd voor revenge. Hoe noemen ze Engels voetbal? Bijnaam daarvoor. Kick and rush. Ja. Belgische speler. Oud-aanvoerder van Ajax. Laatste man, linksbenig. Zong een liedje over Feyenoord. Vermalen. Vertongen. Ja. Pipo. Pipo de Clown. Nee, Pipo. Spits, Milan. Inzaghi. Waar staan jullie aan het eind van het seizoen, denk jij? Bovenaan, eerste plek. Hoe heet dat? Waar worden gehuldigd? Koolsingel. Juist. Trainer Ronald Koeman van? Southampton. Everton, sorry. Drie, ja, binnen de tijd, 5 punten! Yes. Hey, revenge. Heel goed. Oh, nee. Succes! Nou. Uitstekend, graag, Simon. Ik heb hem eindelijk in de gaten. Heel goed. Ja. Jij mag daar zitten, Simon. Oh, ja, sorry. Nou ben ik benieuwd. Bedankt, Simon. Hey. Goed, Diana. Je moet ze alle 5 goed hebben om te winnen. 4 voor een sudden death. Dichter bij elkaar staan. 4 voor sudden death. Doe of elkaar. Niet kijken op die kaartjes, Randy. Hey, Diana, even. Volgende. Heb je ze gezien? Ja, je wordt gefukt. Ja, kan niet. Ja, oké. Okay, je moet de volgende kaartje pakken. Ingrijpen. Nee. Kids. Diana Kuip, ben je er klaar voor? Nee. Oké. Okay. 5 seconden nog. Ben je er klaar? Alles geven, Kuip. 4 punten voor een gelijkspel. Mag ik rijm worden? Mogen rijm worden? Nee. Jury is heel streng. Jij rijm worden. Eentje, voor Diana Kuip streng. Niks voor jou? Van Jens mag het. 3, 2, 1, beginnen. Een voetbaltechniek wat ook een andere sport is. Dribbelen? Het begint met een, dat mag ik niet zeggen denk ik, een sport waar er mensen met hun handen bal... Hensbal. Ja, maar die sport zo heet een bepaalde schop. Oké, ik bedoel door. Over gaan zitten. Je drinkt er water uit. Bidon. Ja. Een commentator van een tijdje geleden. Oh die. Siet de Vos, nee. Oké, een van onze beste spitsen die heel lang geblesseerd was en nu weer terug. Groot fan, of Van Gaal is groot fan. Van wie? Groot fan van wie? Nee, Van Gaal is groot fan. Even kijken. Volley was het? Ah, de volley, ja. Een oud commentator zijn nou? Ja. Dat is een trainer. Oh, jezus. Goed, die zullen maar niet opnoemen. Ja, ze hebben toch niet gewonnen. Maar niet uit. Aanvallen. Jullie zitten nu heel blij. Naar de eerste ronde 0 punten. Wat vinden jullie mooi? 5 punten. Naadloos. En jullie begonnen goed? Dat ligt niet aan jou, Diana. Uiteindelijk maar 2 punten. 2 punten. Nee. Ja, zo is het, hè. Waar lag het aan, Randy? Twee mij. Keer verloren. Zeg het maar. Nou, het is een beetje al het hele seizoen verloopt. Dus elke keer net niet. Lag het aan Diana of lag het aan jou? Nee, nee, nee. Aan wie lag het dan? Nee, ze hebben hele mooie bruine ogen. Goed, laat ik dan even naar de winnaars gaan. Succesformule voor de komende jaren, voor 30 seconds. Nou ja, het scheelt als ik even door heb hoe het spel werkt, denk ik.
Als hij uitlegt, dan komt het goed. Wat dacht je na de eerste ronde met Simon? Ja, dit wordt helemaal niks, eigenlijk. Maar uitstekend jezelf hersteld, Simon. Hulde, gefeliciteerd, ja, maar opluchting, man. Mooi. Gefeliciteerd. Ja, heel goed gedaan, heel goed. Mooi. Top. Ik heb de naam. Hey, wat is dit? En, scheid! Hij zit erbij. Met de linkerbeen. Het is een